Een notaris, Thijs Kersels uit Asten, draagt na ruim 23 jaar zijn praktijk over aan Ties van Gulik uit Elsendorp. Monique Martens zocht beide heren op in het notariskantoor aan de Wilhelminastraat in Asten. Goedemiddag Thijs. Goedemiddag. Wat een nieuws, na 23 jaar. Ja. De kogels door de kerk, of hoe voelt het? Kogels door de kerk, ja, zo voelt het ook wel een beetje. Anderzijds, het is niet iets wat... Wat uit de lucht komt vallen in die zin, ik ben 64, dus het moment van stoppen, dat was er toch wel een keer aangekomen. Ja. En je weet misschien, ik heb wat problemen met mijn gezondheid gehad. Dat heeft de zaak wat bespoedigd. Ja, enigszins versneld. Ja, dus dan worden er stappen genomen. En heel blij om te kunnen zeggen dat we een hele goede opvolger hebben gevonden. In het kantoor van collega's Gerritsen van Gulik. En meer speciaal Ties van Gulik als de opvolger in Asten. Ja. En alle vertrouwen dat dat prima gaat lopen. En heel blij dat de medewerkers van mijn kantoor, mag ik nog zeggen. Waarvan er sommigen al 28 jaar hier zitten. Ja. Dat die gelukkig mee over kunnen en willen. Ja. Dus heel blij dat dat op een goede manier geregeld is. Zeker. Ja. Maar ik wil toch wel even terug met je in de tijd. Oké. Okay. dit is een hele grote stap, maar hoe ben je destijds in Asten gekomen? Hoe ben ik destijds in Asten gekomen? Op het moment dat ging spelen, praten we over 1989. Ja. Toen was ik nog jong en ambitieus kandidaat notaris. In het Utrechtse, want daar woonden wij, Ingrid en ik, en daar had ik ook gestudeerd. Daar werkte ik ook op dat moment. En in 89 kwam een advertentie voorbij, in ons vakblad noem ik dat maar, waarin stond dat notaris meester R.A. Pinkaars de Asten, dat hij op zoek was naar een kandidaat notaris, en toen stond er tussen haakjes achter, met mogelijkheden tot opvolging. Okay. En in die tijd, dus rond 89, had ik het idee ik wil ook op termijn wel eens een keer, als dat zou kunnen, notaris worden om zelf de kar te gaan trekken. Ja. En toen heb ik je netjes gesolliciteerd en ben aangenomen en zo is het gekomen. Ja. Ja, en zo ben je in Asten blijven hangen. U bent al langer dan 23 jaar notaris, maar in ieder geval de loopbaanontwikkeling. Zijn er dan dingen waarvan je zegt van nou, dit is ook wel mijn specialisatie geworden na al die jaren? In de loop van de jaren heb ik met name bij het afwikkelen van erfenissen en nalatenschappen officieel toch steeds vaker gemerkt dat dat niet altijd van een leien dakje liep en dat er ook best wel persoonlijke zaken en emoties doorheen speelden. Dat heeft mij op een gegeven moment doen besluiten om nalatenschapsmediator te worden. Dus een aparte opleiding te doen, waar ik overigens nog elke dag plezier van heb. Niet alleen bij nalatenschappen, maar gewoon in gesprekken met mensen of als dingen wat minder goed lopen dan ze zouden moeten lopen. Dan krijg je toch door zo'n opleiding wat tools aangereikt en leer je ook nog beter luisteren. En letten op mensen, op lichaamshouding enzovoorts enzovoorts. Okay. Maar dat was, als je het zo wilt noemen, een klein stukje specialisatie. Maar ik heb mij nooit een echte specialist gevoeld op dat of dat of dat gebied. Nee. Nogmaals, dat past ook niet helemaal, denk ik, bij een kantoor in deze omgeving. Wat zijn de plannen? Ja, uiteraard. Wij als notarissen zeggen altijd tegen cliënten, wanneer die met hun onderneming willen gaan stoppen, begin daar op tijd mee. Okay. Denk daar goed over na, enzovoorts enzovoorts. Dus dat verplicht je om dat zelf ook een beetje te doen. Wat zijn de plannen? Op termijn zullen we weggaan, omdat huis en kantoor voor ons echt veel te groot zijn. Dus dat is de volgende stap. Uiteraard eerst de allerbelangrijkste. Dat het kantoor op een goede manier onder de pannen is, om het zo te noemen. Nou, dat is in goede handen. Dus dat geeft ook voor Ingrid en mij weer een beetje rust. Zeker. En we kunnen verder, dus pand verkopen. Waar we naartoe willen, is echt voor ons nog steeds een beetje een vraagteken. Okay.
door mijn handicap moet ik denk ik wel rekening ermee houden dat ik graag een treinstation in de buurt heb. Okay. Omdat autorijden over en uit is. Okay. Dat is heel lastig. Zeker. Hè, ja. Maar dat is zoals het is. Maar voor het overige, we weten eigenlijk de dingen die we niet willen. We gaan niet terug naar Utrecht. We gaan ook niet terug naar het Limburgse. Maar wat we dan wel willen, ja, is voor ons nog even verder kijken. En nog meer tijd voor je hobby's, toch? Ook dat, ja. Dat is zeker iets wat ook gaat komen, hè, als je weet. Ja, in de muziek. Zit ik in de muziek inderdaad. En daar was af en toe wel eens wat te weinig tijd voor. Dus ik weet zeker dat daar wat meer tijd voor gaat komen. Zij het dat corona nou een beetje roet in het eten gooit, maar ook dat gaat voorbij. Dus ik hoop ook wat dat betreft actief te kunnen zijn en te kunnen blijven. Ja. En ik lees veel, zei het dat ik dan nu meer met de luisterboeken in de weer ben. Ja, nee, ik denk dat ik de hele dag thuis achter de geranium zit. Laten we ook dat vooral gezellig houden. Juist, en niet overal mee gaan bemoeien, ook al zal me dat nog wel moeite kosten. Ja. Maar, een nieuwe fase breekt aan, Thijs. Ja, absoluut. Ja. Ja, nou, dat beseffen we ook. Ja. Nou, ik hoop dat je daar heel lang van mag genieten samen met Ingrid. Dankjewel. Tijd voor hobby's en wie weet waar we elkaar dan nog eens treffen. Is het niet in Asten, dan is het wel bij het treinstation. Vast en zeker. Maar, we zullen zien. Dankjewel voor dit prettige gesprek. Insgelijks jou ook bedankt. Goedemiddag. Kan ik al zeggen welkom in Asten of wat? Ja, zeker. Ja? Welkom in Asten. Ja, ook overweer. Welkom op ons kantoor. Ja. Ik wil me graag even voorstellen als dat mag. Heel graag. Ik heb nu inderdaad. Gedaan. Neem het woord. Dat zal ik graag doen. Ik ben Ties van Gulik. Ik ben 53, lentes jong. Vader van twee zonen. En getrouwd met Joyce. Ik woon in Elsendorp, gemeente Gemert, en tot nu toe ben ik nog notaris in Gemert. Oké. En binnenkort verhuis ik mijn standplaats van Gemert naar Deurne. En dat is ook een beetje de aanleiding hoe Thijs en ik bij elkaar kwamen. Beter gezegd, hoe Thijs met ons kantoor samenkwam om te kijken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Gelet op het mogelijke opvolgen van Thijs als notaris in Asten. Ja. Ja, want we hebben het verhaal van Thijs gehoord hoe hij in Asten gekomen is. Nu willen we natuurlijk ook heel kort even weten hoe jullie met elkaar in contact zijn gekomen. Ja, dat kan ik ook vertellen. Thijs, als notaris in Asten, we kennen elkaar al wat langer. Als notaris onderling zit je natuurlijk ben je bijna buren van elkaar, daar kennen we elkaar wat van. En sowieso hebben we alles vaak op andere terreinen ook met elkaar overleg gehad. Ja. Het contact is eigenlijk gelegd dat Thijs met ons contact opnam. Gelet op de mogelijke opvolging of wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. En dat was wat Thijs in de inleiding al weer gaf in verband met het waarschijnlijk iets eerder stoppen dan aanvankelijk gepland door een beetje pech op het medische terrein. Ja, zeker. En dan is het de bedoeling dat, want u zegt u bent kantoorhoudend dadelijk in Deurne. Klopt. Maar het kantoor hier blijft wel, de praktijk? Of, kan ik je iets over toelichten? Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen in Asten heel graag wil weten hoe zit dat nou? Daar is in Asten straks. Ja. Nou, het antwoord is dat Thijs is tot 1 oktober notaris in Asten. En we hebben samen als het ware aan Willem-Alexander, onze koning, gevraagd of ontslag kan plaatsvinden. Hè. Dat is niet zomaar een bordje uiteindelijk stoppen mee, okay, een bordje in het begin. Je wordt bij koninklijk besluit benoemd en dus ook op koninklijk besluit ontslagen. Okay. Gelijktijdig bij dat proces ga je al nadenken, hoe gaat het vervolg? Ja. En dat is dat we dan gelijktijdig aanvragen of ik mag worden benoemd als notaris, als opvolger voor het protocol in Asten. Okay. En dat zal dan zijn vanaf 1 oktober, dan ben ik waarnemer, het protocol van Thijs Kessels in Asten. Dat zal een soort van overloop, een soort van transitieperiode zijn van ongeveer 5 maanden. We zeggen steeds tot carnaval, maar ja, die zal er wel niet komen, die carnaval. Ja, maar dan weet iedereen wel wat we bedoelen, hè? Dan zitten we half februari. Tot die tijd doen we eigenlijk als het ware het kantoor samen. Ja. 3 dagen in de week zit Thijs op zijn vaste plekje waar hij al 25 jaar zit en ik mag hier ook 2 dagen zitten. Ja. De andere 3 dagen ben ik werkzaam in Deurne. Ja. En na die transitieperiode van ongeveer 5 maanden verandert er eigenlijk heel veel. En eigenlijk verandert er ook weer helemaal niks. Er verandert heel veel dat er formeel geen plaats is waar je akte tekent in Asten. Dus dan is er hier geen notariskantoor meer. Okay. Maar voor alle mensen blijven wij notaris onze diensten verlenen. Maar dan vanuit Deurne.
Okay. Dus eigenlijk voegen we het protocol van Asten bij het notariskantoor in Deurne. Okay. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En de mensen die nu werkzaam zijn voor Thijs, ja, die gaan mee naar Deurne. Heel goed, goed dat je het ook vraagt en aanstipt. Vind ik ook heel belangrijk om te vermelden. En Thijs is daar heel bescheiden om dat te zeggen. Maar die heeft dat heel goed geregeld. Dat het voor het personeel of de medewerkers, ja, medewerkers, collega's vind ik nog leuk, ja, om te zeggen. Zeker. Dat het gewoon op dezelfde wijze voort moet gaan. Er zijn erbij die al 28 jaar hier werkzaam zijn. Maar net zo goed voor diegenen die wat korter werkzaam zijn, is het natuurlijk heel belangrijk dat je ineens denkt, krijgen we nou een nieuwe baas, krijgen we nou een nieuwe werkomgeving, wat verandert er allemaal? Ja. Dus ja, natuurlijk verandert er ook iets voor hun. Die gaan dan niet meer met een fiets naar Asten, naar het kantoor, maar met de fiets of met de auto naar Deurne toe. Maar dat het voor alle voorwaarden en alle omstandigheden zoveel als mogelijk helemaal hetzelfde en vooral ook heel goed geregeld is. Oké. Okay. Ja. Dan stel ik voor dat we, wanneer het zover is, dat we weer contact hebben. Ja. En dan laten we nu voor wat het is. Ik wens jullie heel veel succes met de overdracht, nou, met de samenwerking. Het is al beklonken dat het allemaal goed is, dus wij gaan ervan uit dat het ook zo verder gaat. En we houden contact. Heel fijn.